Goedemorgen, lieve mensen. Ik ben een stuk aan het wandelen. Ik heb van een goede vriend van mij even op mijn donder gekregen. Dat ik toch even iets meer aan beweging moet doen. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Dus bedankt, Mr. M. Je hebt gelijk. Heerlijk aan het lopen. Het gaat goed op zich met mij. Enige kwaaltje waar ik last van heb is mijn haaruitval. Dus ik heb gelukkig nog aardig wat haar. Maar het wordt wel steeds dunner. Maar ook dat gaat op termijn goed komen. Dat heeft met je hormonen te maken. Ik ben erg druk op het moment. Daarom horen jullie ook zo weinig van me. Ik zal even stilstaan. Volgens mij worden jullie helemaal zeeziek van me, of niet? Maar het is erg druk. Vrijwilligerswerk, mijn gewone werk. Ook in de familiesfeer ben ik een beetje drukker dan normaal op het moment. Dan wil er een vrachtwagen voorbij. Met één aan de kant. Zwaaien. Hallo jongens. Volgens mij vinden ze het wel interessant. Maar goed. Eigenlijk heb ik ook niet zo heel veel te melden dus. Ja, dat het verder wel goed gaat. Maar dat het dus ontstellend druk is op het moment. En daar wil ik eigenlijk meteen ook een vraag aan koppelen. Hoe doen jullie dat met eten en drinken op het moment dat jullie zo druk zijn? Ik had pas een absurde lange dag dat ik ook even een hele tijd in het ziekenhuis was met iemand. En toen kwam ik erachter dat ik over de hele dag 2 rijstwafels en wel een paar koppen koffie en 2 Maria koekjes heb gegeten. En dat was dus van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En ik had echt totaal geen honger. Maar ja, goed, is dat natuurlijk ook niet. Was dit een onverwachte situatie, dus dat is wel anders. Maar ook op de gewone dagen dat ik van hot naar her aan het vliegen ben, schiet eten en drinken er nog wel eens bij in. Vaak is het ook een situatie die ik van tevoren niet helemaal had gepland. Anders kan je zeggen van nou, ik neem in ieder geval wat in mijn tas mee. Maar ik ben eigenlijk benieuwd of jullie dat soort dagen ook mee hebben gemaakt of meemaken. En hoe jullie daarmee omgaan. Nou, ik zal weer heel even stilstaan. Het is wel erg bibberig, geloof ik, of niet? Nou, jongens, tot de volgende vlog. Ik hoop wat eerder en ik hoop dat het dan ook wat rustiger is. Tot de volgende keer. Doei!